Wat een enorme verwarring. Ja, waar hebben we nou zitten kijken, je vrienden? Met die Ali B. affaire. Daar hebben we nou het ultieme gezien. Wat er gebeurt als de werkelijkheid, ja, en de fictie door elkaar heen gaan lopen. En niemand meer weet wat is en hoe het zit. Dat hebben we daar gezien. Ja, want dat is dus uitgegroeid. Dat hele gebeuren tot een mediaspectakel, zo noemen ze dat dan. Weet je wel, ja. Nou, we konden het overal volgen. We konden elke letter zien. Op tv, in de kranten en overal. Ali B en Ali B. En dan lopen daar ook verslaggevertjes rond. Ja. Van RTL Boulevard en van Shownieuws. Die hebben geen idee. Die weten helemaal niet dat dit de werkelijkheid is. Dat het hier echt over iets gaat. Die hebben hun hele leven in het teken gezet. Van het maken van items over flauwekul en onzin. Ja, die hebben gewoon met mensen van The Voice en noem maar op. En dat gevoel hadden ze nu weer. We hebben gewoon leuk met onze microfoontjes om Ali B heen lopen en dan gaan we maar. Weet je wel, het zag er niet uit, vrienden. En het was ook een vertoning, eerste klas. Maar ook Ali B, die raakt ook helemaal het spoor bijster in deze verwarring van realiteit. Ja, en fictie. Want hij ging ook een beetje de showman uithangen, ook in die rechtszaal. Ja, een beetje leuk doen. En die nederig tegen de rechter en dit en dat. En ook met die verslaggevers spelen daar. Nou ja, verslaggevers. Met die gasten van en dat, ja. Dat was er allemaal aan de hand. En dus was iedereen het helemaal kwijt. En toen opeens. Toen kwam dan ineens dat. Die mededeling van het Openbaar Ministerie. En die Openbaar Ministerie. Die zegt ineens gewoon heel droog. Ja, wij eisen 3 jaar cel. Ho. Ho, 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 ho. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, 3 jaar cel. Het is geen amusementshow. Het is geen tv-evenement. Nee, dat is de realiteit die daar dan ineens de overhand nam. Voep, 3 jaar cel. Zelfs na die eis van het OM, toen begreep, ja, Ali B het nog steeds niet. Nee, want die zei, ja, het OM bepaalt hier niets. Pardon? Het OM bepaalt niks. Het OM zorgt ervoor dat jij daar staat. Dat jij voor die rechter moet verschijnen. Daar zorgt het OM voor. En die geeft eventjes een voorzet voor waar de straf naartoe moet. Dat doet het OM. Ja. En toen zei hij ook nog. Ja, ik heb zin in het pleidooi. Ik heb zin in het pleidooi? Hij was nog steeds met zijn hoofd helemaal in televisie. En leuk. En oh ja, het gaat allemaal wel meevallen. Nou,